Okay, welkom in het tweede deel van de les taalbeschrijvingsvelden. We hebben fonetiek besproken en fonologie. Een aantal zaken daaruit en onder puntje D stond er assimilatie en dissimilatie. Je zou daarvoor eens op pagina 499 ook de tekst assimilatie moeten lezen. Dat is eigenlijk een samenvatting van wat assimilatie is. Dat wordt daar op een nog duidelijkere manier uitgelegd dan ik het deed. En er worden ook nog een aantal voorbeelden gegeven. Dus noteer eens in uw cursus dat je op pagina 499 die tekst ook leest. Assimilatie. Ik wil hem best zelf eens met u overlopen. Dus als je er hem bij neemt. Assimilatie is een veel voorkomend verschijnsel in het Nederlands. We passen dat voortdurend toe in de gesproken taal. Als ik zeg voortdurend, dan zeg ik eigenlijk ook voortdurend. Dat is al assimilatie. Met de term bedoelen we niets anders dan de gehele of gedeeltelijke gelijkmaking van klanken aan elkaar. Elke klank wordt op een andere manier uitgesproken en voor elke klank moeten we dus een andere mondstand aannemen. Mond meer of minder open, tongpunt tegen de tanden of juist niet, enzovoort. Om een woord of enkele woorden aan elkaar vlot uit te spreken, moeten we onze mondstand dus voortdurend en vlug veranderen. En dan kan het gebeuren dat we ofwel te vlug zijn en bij de eerste klank al iets van de tweede klank uitspreken, of omgekeerd, dat er bij de tweede klank nog iets blijft hangen van de eerste. Dat is inderdaad progressieve en regressieve assimilatie. In dakvenster bijvoorbeeld botsen een stemloze medeklinker K en een stemhebbende V. Dan kan je moeilijk na elkaar uitspreken. Dakvenster, dan moet je eigenlijk een pauzetje laten om die twee stemloos en stemhebbend te kunnen uitspreken. Dus wat gebeurt er? Het is bijna onmogelijk binnen een groep medeklinkers van stem te veranderen en dus spreken we ze hier allebei stemloos uit. We zeggen dus kf, alhoewel er kv geschreven staat. Dus we zeggen dakvenster, alhoewel er dakvenster geschreven staat. Dat is een voorbeeld van assimilatie. In het Nederlands bestaan er regels voor assimilatie en die moet je dus kennen. De belangrijkste is dat bij botsende medeklinkers de hele groep stemloos wordt. Behalve als de tweede een B of een D is. Maar je hebt ook nog andere assimilaties. Aanbeeld wordt aanbeeld, dat heeft niks met stemloos of stemhebbend te maken. Maar dus, de hele groep wordt stemloos, behalve als de tweede een B of een D is. Daarom spreken we van dakvenster, uitzondering, uitvinding, opvoeding. Terwijl we in opdagen, eetbaar, asbak en afdak de stemhebbende variant uitspreken. In handdoek horen we gewoon D. Assimilatie is niets nieuws, omdat de spelling vrij laat is vastgelegd, zijn oude assimilaties ook in het woordbeeld te zien. Een paar voorbeelden. In lammeren en kammen was de m oorspronkelijk een mb, zoals nu nog in het Engels lam en kamb. Dus ze spreken die B en die kamb ook niet uit, maar vroeger wel. En bij ons is dat lamme geworden, dus die B heeft zich aangepast aan de M. Het Middel-Nederlandse klemmen, het Engelse to climb, is klemmen geworden. Dus die B heeft zich aangepast aan de M. Voorbeelden van assimilaties van andere klanken zijn pollepel, dat komt uit potlepel. Dus die T heeft zich daar aangepast aan de L. Litteken, dat komt uit lekteken, lijkteken. Dus de K heeft zich aangepast aan de T. De plaats is veranderd. En Brussel komt uit Bruxelles, Bruxelles. Vandaar in het Frans nog altijd Bruxelles. En dat heeft zich dus ook aangepast. Die K is opgeslorpt door die S eigenlijk. Het gebeurt echter ook dat gelijke klanken verschillend worden. Dat verschijnsel heet dissimilatie. Letterlijk het ongelijk maken of worden. Een bekend voorbeeld ervan vinden we in martelen en martelaar. In plaats van marteren en marteraar, zoals je in het Latijn nog martier, of in het Latijnse martyrium, of in het Frans en in het Engels martyr. Die twee R'en zijn daar wel nog, terwijl het in het Nederlands dus martelen geworden is. Ongelijk maken van klanken. En het voorbeeldje dat ik ook gegeven had, naast toveren staat niet toveraar, maar tovenaar. Ja? Dus dat zijn voorbeelden van dissimilatie. Tot daar dus die fonetiek, fonologie. Assimilatie is een voorbeeld van fonologie, van hoe klanken zich gedragen. Morfologie is een verdere stap in taalbeschrijvingsvelden. Want daar hebben we het over morfemen. En wat zijn morfemen? Daarvoor zou je in je handboek eens moeten bladeren naar pagina 501. Want daar staan al die woorden die ik hier heb opgesomd, uitgelegd. Een morfeem, ze staan niet alfabetisch. Morfeem staat op pagina 502 uitgelegd. Dat is de kleinste betekenisdragende eenheid in een taal.
Je kan ook spreken van een woorddeel. Het punt is dat dat woorddeel niet op zichzelf hoeft te kunnen bestaan. Als ik bijvoorbeeld zeg ontstaan, die ont betekent eigenlijk beginnen te. Ontstaan is eigenlijk beginnen te staan, etymologisch gezien. Ontbijten is eigenlijk beginnen te bijten. Ja? Ont kan ook betekenen wegnemen van. Bijvoorbeeld ontdekken is eigenlijk de bedekking, het deksel wegnemen. Ontdekken, net zoals in ontkleden. Dus die ont heeft daar wel degelijk een betekenis, dat is een morfeem. En het kan zelfs een klank zijn ook, die een betekenis heeft. Dus het kleinste betekenis dragende element kan een klank zijn. Als ik bijvoorbeeld zeg appel, terwijl ik zeg appels, die s heeft een betekenis. Namelijk, dat betekent meer dan één. Dus een klank kan zelfs betekenisdragend zijn en dan spreken we ook van een morfeem. Nu zijn dat heel vaak, die morfemen zijn heel vaak grammaticale morfemen dan als het maar klanken betreffen. Bijvoorbeeld die s van meervoud of de t van derde persoon. Als ik bijvoorbeeld zeg ik denk, jij denkt, dan duidt die t tweede persoon aan of derde persoon, hij denkt. Ja? Dus dat zijn eigenlijk betekenisdragende elementen. Ja? Zo staan er ook die voorbeelden in het handboek. Je kan spreken dus van een vrij morfeem of van een gebonden morfeem. Wat is een vrij morfeem? Dat kan op zich staan. Bijvoorbeeld boom, daar kan je niet verder mee opsplitsen in betekenisdragende elementen. Dat is een vrij morfeem. Maar, zoals gezegd, appels, die is een gebonden morfeem, want dat kan niet op zich bestaan. En dat kan dus semantisch of grammaticaal zijn. Semantisch betekent kan betekenis dragen of het kan een grammaticale functie uitdrukken. Die T van derde persoon enkelvoud denkt, of tweede persoon enkelvoud, die T heeft dus die grammaticale betekenis. Dan erfwoord, neologisme, bastaardwoord, leenwoord, gallicisme, anglicisme, germanisme, dialectisme, dat hebben we allemaal al gezien, purisme. Lees dat dus in die lijst, dat moet je dus weten wat dat zijn, die woorden, maar dat hebben we dus al gezien. Scheidbaar en niet scheidbaar, wat is een scheidbaar woord? Vind je ook in die lijst, dat is een woord. Ik ben aan het zoeken waar het staat, dat dus niet gescheiden wordt wanneer je het in een zin gebruikt. Bijvoorbeeld, ik heb het geüpload, je zegt niet upgeload. Dus die twee delen worden niet gescheiden van elkaar. Uploaden is een niet scheidbaar samengesteld werkwoord. Voilà, dat staat daar op pagina 502. Downloaden, liefkozen, ik heb liefgekoost, dat zegt men niet. Men zegt ik heb geliefkoost. Stofzuigen, men zegt niet ik heb stofgezuigd of stofgezogen, men zegt ik heb gestofzuigd. Ja, dat zijn niet scheidbare werkwoorden. Scheidbare zijn dan bijvoorbeeld plaatsvinden, dat vond plaats. Ja, ik ga er heel rap over, omdat dat eigenlijk puur definities geven is. Hè. Wat zijn affixen? Dat staat onderaan pagina 502. Die bestaan uit prefixen, suffixen en interfixen. Dat zijn dus eigenlijk tussenvoegsels, achtervoegsels of voorvoegsels. En als je die allemaal samenneemt, dat zijn dat affixen. Voorvoegsel is een prefix, een achtervoegsel is een suffix en een tussenvoegsel is een interfix. Zoals bijvoorbeeld herhalen staat daar, pagina 502. Die her, dat is een voorvoegsel. Dat kan niet op zich staan. Dat wordt vooraan een woord gevoegd en dat heeft een eigen betekenis. Het heeft dus allemaal met morfemen te maken, want dat zijn kleine woorddelen die op zich al iets betekenen. En dus hoort verbuiging daar ook bij. En vervoeging. Want vervoeging van werkwoorden is eigenlijk een soort verbuiging. Wat is verbuiging? Namelijk, dat is vormvariatie van een bepaald woord. En van zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en voornaamwoorden spreken we dan van verbuiging, net zoals in het Duits. En als dat over werkwoorden gaat, spreken we van vervoeging. Maar eigenlijk is vervoeging ook een soort verbuiging. De vormvarianten van een werkwoord zijn dus, noem en vervoeging, de vormvarianten van zelfstandige naamwoorden, adjectieven of persoonlijke voornaamwoorden, noem en verbuiging. Daar staat pagina 60, ik zie dat hier een uurtje te veel staat, dus ik ga dat even wegdoen. Pagina 506 bedoel ik. Verbuiging van onregelmatige, regelmatige werkwoorden, ja, die ken je, die tabel. Maar op het einde van pagina 506, begin pagina 507, zou je toch eens moeten bekijken, want daar staan toch wel werkwoorden in waar je misschien zou aan twijfelen. Brouwen heeft twee verleden tijden, namelijk gebrouwd of brouwde en gebrouwd, terwijl brouwde en gebrouwen betekent iets anders. Brouwen in betekenis van bier is gebrouwen bier, maar een R
de huig R uitspreken, dat is de R brouwen, en dan heb je hem gebrouwd, niet gebrouwen. En zo staan er een paar in. Geprijsd is iets anders dan geprezen, gepluist is iets anders dan geplozen, geschept is iets anders dan geschapen, gescheerd, geschoren, gewast, gewassen. Ja, dat zijn woorden, werkwoorden, die eigenlijk een dubbele vervoeging hebben en waar je dus moet van opletten. Het zijn nu niet allemaal alledaagse werkwoorden, maar toch zitten erin die wel heel frequent gebruikt worden. En dan heb je nog de uitleg over samenstelling, afleiding en samengestelde afleiding. Dat staat op pagina 503. Samengestelde afleiding of samenstellende afleiding wordt het ook genoemd. En dat staat op pagina 503, dat kan je ook lezen. Dus afleiding, dat betekent, dat is een nieuw woord dat op zich kan voorkomen, maar waarvan de deeltjes niet op zich kunnen voorkomen. Bijvoorbeeld het woord afleiding zelf is eigenlijk een afleiding. Onschuldig, onschuld kan op zich bestaan, maar die ug niet. Dat is dus een afleiding. Gierigaard, enzovoort. En dan heb je een samenstellende afleiding. Eigenlijk is onschuldig ook een samenstelling. Een afleiding van een schijnbare samenstelling. Samenstelling die op zichzelf niet voorkomt. Ah ja, oké. Ja, ik ben aan het verwarren met iets anders. Een samenstellende afleiding is dus een afleiding van een schijnbare samenstelling. Dus een samenstelling die op zich niet kan voorkomen. Dikbuikig bijvoorbeeld, maar dikbuik bestaat niet. Eenlettergrepig, maar één lettergreep bestaat niet. Ja, zesdaags, maar zesdag bestaat niet. Dat zijn de samenstellende afleidingen. En afleiding is dus een grondwoord met een prefix, suffix of interfix. Oké? Okay? Een samenstelling is gewoon twee grondwoorden die aan elkaar geplakt worden. Amai, ik zit te ratelen. We gaan eens kijken naar een reportage. Dan kan ik wat minder vertellen. Het heeft te maken met spelling van de werkwoorden. De spelling heeft heel veel te maken met morfologie natuurlijk, want het gaat over woorddelen die je samenvoegt en hoe schrijf je die dan tussenin bijvoorbeeld of geen tussenin. Schrijf je apostrof bij een afleiding, schrijf je apostrof bij een samenstelling, zulke dingen. En werkwoordsvervoeging is daar natuurlijk het voorbeeld van het feit dat morfologie toch invloed geeft op de spelling. Als je hij wordt bekijkt, dan moet dat met een T eraan. Want dat is eigenlijk het grondwoord worden, plus de grammaticale uitgang T. Dus dat woorddeeltje dat een eigen betekenis heeft, wordt eraan toegekend en betekent eigenlijk derde persoon. Dat is een argument om te zeggen, ja, die DT-regel moet blijven bestaan, want dat toont de grammaticale verhouding tussen die woorden. Ja? Maar eens kijken naar een discussie daarover uit die DT, over die DT-regel, uit het programma De Afspraak van Canvas met Christine Hemmerichs, dat is een schrijfster, die daar een heel uitgesproken mening over had en die daarin tegenover professor Duyck staat, die eigenlijk een pedagoog is die nadenkt dus over het onderwijs en waar het onderwijs moet voor staan. De bedoeling is dat je die argumenten inventariseert, want we gaan daar iets mee doen, we gaan daar een schrijfoefening mee maken. Ja, we moeten nog een schrijfoefening maken, dus bekijk eens die reportage, de discussie en noteer argumenten. En waar mogelijk zet argumenten dus pro of contra en groepeer ze al wat. Welk argument volgt eventueel uit het andere? Dus probeer dat alles te noteren. Je zal eventueel zelf ook nog in je schrijfoefening dan argumenten mogen toevoegen, maar eigenlijk zijn dit hier al heel valabele argumenten die tegenover elkaar worden geplaatst. Ander onderwerp. Schrijven zonder fouten is elitair, vindt de Universiteit van Hull in het Verenigd Koninkrijk. En dus gaan ze geen punten meer aftrekken voor taal- en schrijffouten. Students studying at the University of Hull will not be marked down for poor spelling, grammar and punctuation in exams because it would be elitist. However, critics say lowering standards of assessments lowers expectations of what they should achieve. Well, this new policy is a far cry from the popular tradition of spelling bees, where students are praised for their precision and accuracy, like in this international competition between praised the UK... Praised for their what? What did I say? I don't know. Oh. I think it was supposed to be accuracy. Oh, shush, don't make a fuss. Nobody noticed. Between the UK and the United States in 1938. Ja, Britse humor. Christine Hemmerichs, auteur, maar ook docent Engelse taalkunde en creatief schrijven. Wat vindt u van het voornemen van de Universiteit van Hull?
Maar ik moet zeggen dat ik hun punt wel heel goed begrijp. En ik denk ook dat je goed moet luisteren naar wat ze zeggen. Ze zeggen niet, wij vinden goed schrijven, goed spellen, wij vinden dat niet meer belangrijk. Dat zeggen ze eigenlijk niet. Maar wat ze zeggen is, we gaan bijvoorbeeld als je een examen fysica aflegt en je maakt daarin, je spelt daarin niet goed, dan ga je daar geen punten voor verliezen. Zie je? Dus dat is toch wel een heel groot verschil. Dus ik denk, ja, zelf zo lang creatief schrijven hebben gegevende... Ja, wat deed je met taal- en schrijffouten? Wel, ik heb eigenlijk heel snel gezien met dat creatief schrijven dat eigenlijk niet gaat over spellen. En als je daar enorm de nadruk op gaat leggen, dat je een heleboel mensen eigenlijk verlamt. Ja? Dus ik heb heel vaak gehad, als je zo bij een eerste oefening, we gaan dit en dat doen, je legt dat uit, en dan zijn er mensen die zeggen, ja, maar ik kan niet schrijven. En dan zeg je, ik hoor jou nou praten, je praat wel heel goed. Hè? Mm-hmm. Zeg, schrijf nou maar gewoon neer zoals je praat. Ja, maar, en fout. Ik zeg, trek je daar niks van aan? Schrijf maar, we zien wel. Ja. En dan merk je dat inderdaad, daar kunnen ja, dingen die niet helemaal correct zijn volgens de regels instaan, maar die tekst heeft wel iets. Die tekst kan wel goed zijn. Dus er komt een heleboel creativiteit vrij. Ja. En wat ik ook heb gemerkt, als je dan aan die student zei van goh, knap, mooi, nog van dat, dan groeit die een beetje. Die is trots, die wordt gemotiveerd. En na een tijdje gaat dat spellen ook al een heel stuk beter. Maar op geen enkel moment zei u van maar dit is niet helemaal correct. Of dit, wel, heel vaak dan andere studenten zeggen dat dan. En als die dan zeiden van... Ja, die Hemrechts die zegt hier niks over een dt-fout. En zij zo heel ijverig, jammer, dat is een dt-fout. Ik luister daar niet naar. Ik deed alsof ik dat niet hoorde zelfs. Want ik dacht, het gaat hier niet over dt. Het gaat hier over iets anders. Taal is zoveel meer dan juist de spelling. Ja? En je ziet dus ook, rappers vind ik vaak helemaal fantastisch ook, maar je ziet wat een creativiteit daar vrijkomt. Maar je moet daar ook niet staan zwaaien met de grammatica en met de spelling. Spellingsregels. Nu, ik vind dus dat ons onderwijs een enorme focus heeft op die spelling. Ik herinner mezelf nog dat bij een Latijnse vertaling, dat was zelfs mijn moeder lerares, dan kreeg je een min 2 voor een dt-fout. Mm-hmm. En dat heeft niks te maken met dat Latijn. Ja, dus ja, we zijn daar erg op gefocust. Waarom? Omdat dat is meetbaar. Dat is objectief aanwijsbaar. Mm-hmm. Begrijp je? Ja. En daar houden wij van iets dat meetbaar is en objectief. De Universiteit van Hull doet het ook omdat ze foutloos schrijven elitair vinden. Ik denk niet dat ze zeggen dat foutloos schrijven elitair is, maar wel dat de focus erop... Wat ze eigenlijk bedoelen, is dat doordat je daar zoveel belang aan gaat hechten, dat je een hele groep studenten verliest. Denk aan mensen die het Engels, in ons geval het Nederlands, op een latere leeftijd zijn gaan leren. We hebben heel veel studenten die eigenlijk maar als ze 12 of 13 zijn naar België zijn gekomen, die later het Nederlands zijn gaan leren, waar ik mijn hoed vooraf doe. Want ik denk, als ze mij naar China hadden gestuurd op mijn 12e, had ik niet op mijn 18e kunnen naar de universiteit gaan in het Chinees. Mm-hmm. Maar natuurlijk haper daar wat aan dat Nederlands. Moet je dan die mensen naar beneden duwen en zeggen, oh, het gaat nooit iets met jou worden? Nee, haal die naar boven. Kijk naar het goede wat ze doen. Moedig dat aan. Je hebt ook heel veel mensen voor wie het Nederlands niet de thuistaal is. Ja? Dus die hebben eigenlijk ook daar een stukje achterstand. Wat kun je gaan doen? Je kunt daar weer staan zwaaien met die vinger. Of je kunt zeggen van, goh, ik vind dat knap, die uitdrukking. We hebben die eigenlijk niet in het Nederlands. Komt die uit een andere taal? Begrijp je? Het is gewoon hoe je daarmee omgaat. En dat er is inderdaad een elitaire tendens om daar zoveel aandacht aan te gaan hechten. Nu, bij ons pitst het debat zich toe onder meer op de dt-regel, ja. Want woensdag is er ook een debat op Facebook van VRT... Fetish, de dt, van VRT Taal met de vraag, moet de dt-regel op de schop? Wat zegt u, die dt-regel? Want ik weet niet, waar staat die dan? Hij wordt, bijvoorbeeld, hier naast mij, dat moet kunnen voor u. Maar ik zeg niet dat dat voor mij moet kunnen. Ik zeg gewoon dat ik in al die jaren dat ik teksten gezien heb die geschreven worden door studenten, dat ik gemerkt heb dat heel veel jonge mensen zich... Dat is voor hen geen punt meer. Ik heb bijvoorbeeld... Ik heb dat echt moeten loslaten, want dan las ik... Hij luistert met een D. Dat was een Nederlander. Ja. De Nederlanders waren altijd nog een beetje inventiever in die dt.
Nou goed, je kan dan zeggen, dit kan niet, et cetera, maar je kan dat dus ook gewoon loslaten. En ik merkte dat voor heel veel van die jonge mensen, die hebben zoiets van get a life. Heb je nu echt niks interessanters te doen in je leven dan je druk te maken over DT? Dus ik zeg niet dat dat moet verdwijnen, maar ik zie het verdwijnen, want als je nu een generatie hebt die omdat zegt... Omdat het al evalueert bij jongeren. Maar u, toen Christine Hemrich zit, een paar jaar geleden op televisie, zei toen zakte uw broek af. Ja, absoluut. Men creëert geen sociale mobiliteit door de normalisatie van laaggeletterdheid. Ik heb nog nooit niemand verlamd zien worden van een DT-regel. Er is ook geen enkel onderzoek dat aantoont dat als schrijvers niet meer op spellingsregels moeten letten, dat dan plots de creativiteit van de teksten verbetert. Integendeel. Dus u vindt mijn ervaring van 40 jaar lesgeven vindt u eigenlijk... geen belang. Ik vind de wetenschap belangrijk. En in die wetenschap zien we dat er een heel duidelijke samenhang is tussen beheersing van spellingsregels, tussen andere aspecten van taalvaardigheid en tussen uitkomsten later. Ik vind eigenlijk eerlijk gezegd, en wat u aangeeft, ik vind dat een heel paternalistische houding. Hè? Omdat u er inderdaad lijkt van uit te gaan dat kinderen die een andere moedertaal hebben, dat die helemaal niet in staat zijn om maar ik zeg het, dat heb ik ik heb dat absoluut niet gezegd. Ik heb gezegd dat ik bij een aantal studenten zie, en ook mensen die dan autochtoon zijn, als je het moet zeggen, dat zij daar geen aandacht voor hebben, dat ze daar niet mee bezig zijn, maar dat zij wel kunnen op een goede, creatieve, vaardige manier omgaan met taal. En moet ik dan zeggen van, ja, jij bent een dommerik, want je kent niet DT, en dan mag je nog prachtige dingen schrijven. Nou, dat heeft geen belang. Maar, dat is wat ik probeer te zeggen. Ik wil een ruimte creëren dat mensen wat ze in hun mars hebben, dat ze dat kunnen aan bod laten komen en ontplooien. En dan komt... Want soms maakten ze het heel erg bond. En dan zei ik soms, van, kijk eens, je moet toch een beetje daarop letten. Want als je ooit een sollicitatiebrief schrijft, dan ga je problemen hebben. Ah ja, of ik zeg, kijk, gebruik eens wat meer je spellingchecker. Maar ook dat is een heel instrumentele visie. Het is net de taak van het onderwijs om aandacht te genereren voor datgene waar kinderen van nature geen interesse voor hebben. Ja. Er is geen enkel kind wat uit zichzelf James Joyce Ulysses gelezen heeft of het verdriet van België. Is het niet de taak van het onderwijs om de talenten die mensen hebben, om die tot bloei te laten komen? Ja, absoluut. En talent en taalvaardigheid zijn talenten waarvan we weten dat ze heel erg belangrijk zijn in de maatschappij, in de samenleving. Ja. Dit gaat over een universiteit. Waarom is een universitair diploma belangrijk voor een kwetsbaar kind? Dat misschien maar kan het gelijkheid in de hand werken als we inderdaad minder nadruk gaan leggen op foutloos schrijven? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Onderwijs is belangrijk voor kwetsbare kinderen. Waarom? Omdat hen dat tools en vaardigheden... Maar u legt de lat. ...waarmee ze op de arbeidsmarkt het succesvol kunnen zijn. Maar als u legt de lat. Een universitair diploma garandeert niet meer dat je kan spellen, dan verdwijnt ook de waarde van dat universitair diploma. Ja, maar er zijn nu ook spellingcheckers. En dat is iets wat jonge mensen heel goed beseffen. Van, ja, waarom moet ik zoveel aandacht besteden aan die spelling? Ik zet daar gewoon die spellingchecker op. En het is opgelost. Ja. Begrijp je? Dus zij maken zich daar eigenlijk niet meer zo druk om. Terwijl ik kom nog uit een generatie dat was... Een schande als je een DT-fout maakt. Ja. En ik denk, maar laten we daarmee mee ophouden. En laten we eigenlijk ruimte creëren om in een school is voor mij een plek waar mensen zich moeten kunnen ontplooien. Ja, 40, 50 jaar geleden vond men het ook niet evident dat arbeiderskinderen zouden leren spellen en naar het college gaan. En men heeft dat toch gedaan. En men is er ook fantastisch in geslaagd. Er is geen enkel land waar meer kinderen een hoger diploma gehaald hebben dan hun ouders, dan in Vlaanderen. Waarom? Omdat men ook toen aan arbeiderskinderen bijvoorbeeld hoge verwachtingen durfde stellen. En die kinderen zijn perfect in staat om dat te leren. Ik stel ook hoge verwachtingen aan mijn studenten. Maar die hebben niet alleen te maken met DT. Ja, die hebben ook te maken met creativiteit. Mag ik nog een laatste opmerking? Gaat u in uw boeken dan ook DT-fouten maken? Want dan blijft wel de norm de manier waarop auteurs schrijven. Ik heb nooit gezegd dat ik vind dat mensen fouten moeten maken. Maar dan blijft dat toch de norm, de manier waarop auteurs of professoren of zo de taal hanteren. Dat blijft de norm, dus. Maar ik ken mensen die ontzettend goed kunnen spellen en die schrijven de meest saaie tekst die je je kunt voorstellen. Dat is wat ik probeer te zeggen, dat taal gaat niet over spellen. Het gaat over zoveel meer.
meer. En laten we dus de mensen die inderdaad worstelen met die DT of die daar geen aandacht willen aan besteden, laten we die dan toch niet verliezen. Ja. Want misschien zitten daar juist de grote schrijvers op. En elke uitgeverij, dat weet jij ook, heeft een corrector en heeft een redactor. En ik maak ook af en toe een DT-fout. Iedereen maakt die af en toe eruit. Die okay. halen ze eruit. Als je discussie is gelanceerd. Wie mee wil debatteren over de DT-regel, die kan dat doen in de Facebookgroep van VRT Taal. U kan er ook nu al opmerkingen kwijt. En woensdag om 20 uur begint het debat met onze taalraadsman Ruud Hendricks en met professor Dominique Sandra van de Universiteit Antwerpen. Okay, dat was de discussie tussen Christine Hemmerichs en professor Duyck. Ik hoop dat je een aantal argumenten hebt kunnen noteren en eventueel ook wat de samenhang tussen die argumenten gezien hebt. Dat je die in kolommen hebt geplaatst, pro en contra. We gaan daar dus nog een schrijfoefening mee doen, maar dat zal niet vandaag zijn, uiteraard. Ik ga je daar een van de komende lessen uitleg over geven, dus hou die notities bij. Je kan die argumenten ook nog eens toetsen aan nog een reportage die je nu dit lesuur nog kan bekijken. Dat is de reportage van iemand die al aangehaald werd op het einde van die vorige reportage, namelijk professor Sandra, en wat hij erover zegt. Dus kijk voor de rest van het lesuur nog die reportage uit. Noteer ook relevante dingen die je in een betoogtekst over pro of contra DT-fout, want het is logisch dat het daarover zal gaan, zou kunnen gebruiken. En na die reportage mag je dus afsluiten en dan zie ik u in de volgende les terug. Bye! Ben je slimmer als je DT-fouten maakt? Vanuit de Fuse in Brussel, dit is de Universiteit van Vlaanderen. Hallo allemaal. Volgens jullie is dit waarschijnlijk een totaal absurde vraag. Wie een DT-fout maakt, is toch dom? Of minstens nonchalant? Slim zal wel het laatste woord zijn waar jullie aan denken. Toch is er een kleine minderheid van mensen die vindt dat de DT-hijsa fel overdreven is, omdat we veel meer aandacht zouden moeten besteden aan elementaire schrijfvaardigheden, belangrijkere schrijfvaardigheden, zoals het kunnen structureren van teksten. Is het nu erg of niet erg om een DT-fout te maken? Daar ga ik het niet over hebben. Omdat wij DT-fouten vanuit een heel ander perspectief hebben willen benaderen. Niet met een blik van veroordeling, maar ook niet met een houding van tolerantie. Wel vanuit de wetenschappelijke invalshoek. En dat wil zeggen dat we geprobeerd hebben om een neutrale houding tegenover DT-fouten in te nemen. Volgens ons immers zijn DT-fouten enkel een aanleiding om de vraag te stellen: hoe komt het dat ons taalbrein daarover struikelt? We willen dus iets meer te weten komen over dat taalbrein. Wat is dat taalbrein? Dat is de software die het ons mogelijk maakt om te spreken, te verstaan, te lezen en te schrijven. En het is die software die we bestuderen in de psycholinguïstiek. Laten we vertrekken van een heel eenvoudige observatie. Iedereen hier, denk ik, maakt wel eens een DT-fout. Of je dat nu graag hoort of niet. Maar daarom laten we ze niet staan. Dus je hoeft niet te panikeren. Nu, voor onderzoekers als wij is het niet zo belangrijk dat je die fout corrigeert of niet. Het is veel belangrijker dat je ze in de eerste instantie maakt. Dat vertelt namelijk iets over ons taalbrein. Dat er iets is in ons taalbrein dat ons heel gemakkelijk doet uitglijden over die regels. En de vraag is waarom? En daarmee komen we terecht bij de centrale wetenschap, of bij de centrale vraag, moet ik zeggen, in elke wetenschappelijke discipline. De waarom-vraag. Waarom zijn de dingen zoals ze zijn? Bijvoorbeeld, waarom valt de maan niet op de aarde en een appel wel? En waarom maken we zoveel DT-fouten en blijken die onuitroeibaar te zijn? Zelfs al zijn de regels voor de spelling van de vervoegde Nederlandse werkwoorden echt niet zo moeilijk. Zelfs ondanks niet aflatende inspanningen van generaties leerkrachten. En zelfs niet al ligt er een heel zwaar taboe op die fouten. De fouten blijven voorkomen.
ook in krantenartikels, tot grote ergernis van sommige lezers, ook in ondertiteling en zelfs in e-mails van professoren. Dat zijn dan mijn collega's natuurlijk. In elke wetenschap probeert men waarom-vragen te beantwoorden door te zoeken naar een systematiek. Als we taalbrein willen begrijpen, dan kunnen we dat bijvoorbeeld door te zoeken naar de systematiek in taalfouten. De studie van versprekingen heeft ons dat heel mooi geleerd. Zo wilde iemand op een bepaald moment zeggen met vreemde krachten, versprak zich en zei met verkrachte eenden. Nu, dat is echt gebeurd en die fouten komen heel courant voor. Maar wat we er vooral uit leren, is dat de uitspraak van een volgend woord reeds in een soort mentaal wachtrijtje klaar zit in ons brein nog voor we het moeten uitspreken. Nu, op dezelfde manier gingen we op zoek naar dt-fouten en een systematiek daarin. Ik verspreek mezelf. De eerste systematiek, en dat zal jullie misschien verbazen, is dat de meeste Nederlandse werkwoorden geen dt-fouten veroorzaken. En dat komt omdat we ze kunnen schrijven zoals we ze horen. Dat zijn vormen zoals spreekt of gewerkt en vele andere. Er is maar een heel kleine minderheid van werkwoordvormen die een risico op een dt-fout creëren. En op dat kleine territorium van risicogevallen, van gevaarwerkwoorden zou je kunnen zeggen, vinden we vooral homofone werkwoorden. Wat een geleerd woord. Gewoon om te zeggen dat er werkwoorden bestaan die dezelfde uitspraak hebben, maar twee verschillende spellingvormen. Neem bijvoorbeeld word. Dat kan gespeld worden, zoals jullie allemaal weten, als woord met een d en als woord met dt. Maar waarom zijn het precies de homofone werkwoorden die voor problemen zorgen? Het antwoord volgt bijna uit wat ik daar straks gezegd heb. Hier kun je niet luisteren naar de uitspraak, maar moet je een grammaticale redenering maken. Neem bijvoorbeeld het woordje wordt, de homofoon wordt om de technische term te gebruiken. Als we dat moeten spellen, dan horen we een t, maar we moeten een d spellen omwille van de stam die een d bevat. En dan moeten we ons nog eens afvragen of we ook een t moeten spellen. En daarvoor moeten we naar het onderwerp van de zin kijken. Maar dat verschuift eigenlijk gewoon de waarom-vraag. Want ik hoor het jullie al denken, waarom is zo'n gemakkelijke redenering zo moeilijk of leidt ze tot zoveel fouten? Dit bracht ons dus tot de eerste hypothese. De hypothese namelijk dat het niet de redenering zelf is die zo moeilijk is, maar dat de redenering tijd kost, dat ze tijdrovend is. En dat komt omdat we heel vaak snel moeten schrijven. Het komt ook, en dat is belangrijk, omdat er een extra factor is die het nog veel tijdrovender maakt, de grammaticale analyse. Zoals ik al verteld heb, zijn de meeste Nederlandse werkwoordvormen vormen die geen dt-fouten veroorzaken. Dat betekent ook dat we onvoldoende getraind zijn om de dt-regels toe te passen. En als we niet getraind zijn, dan automatiseren we die regels niet. Wat betekent dat? Automatiseren betekent dat we zonder na te denken iets kunnen uitvoeren. We hoeven er niet meer bij na te denken. Dat is bijvoorbeeld het geval als we woorden spellen als taken en takken. Dat zijn de spellingregels die we onbewust automatisch toepassen wanneer we open en gesloten lettergrepen moeten spellen. Dat is echter niet het geval wanneer we de dt-regels moeten toepassen. Daar moeten we bewust nadenken. En dat is het probleem. Want als we bewuste processen nodig hebben, dan moeten we ons werkgeheugen gebruiken. Nu, het werkgeheugen kennen jullie allemaal. Dat is het geheugen dat jullie nodig hebben of gebruiken in een winkel als je moet berekenen hoeveel iets kost als je 30% korting krijgt. Dus dat kost tijd. En als je datzelfde werkgeheugen nodig hebt om het onderwerp in de zin te vinden, dan betekent het dat je tijd nodig hebt. En als je die tijd niet hebt, en dat is bij het schrijven heel vaak het geval, maak je dt-fouten. Hoe hebben we dat getest? We hebben een dictée afgenomen
bij een groot aantal ASO-leerlingen uit de laatste graad. En we, dat zijn mensen die de DT-regels, zoals jullie allemaal weten, vrij goed kennen. En toch voorspelden we systematische fouten. We hebben hen het leven zuur gemaakt door hun werkgeheugen op twee manieren extra te belasten. Ten eerste, we dicteerden tegen een hele hoge tijdsdruk. Dat zou het voor hen moeilijk moeten maken om het onderwerp van de zin te vinden. Ten tweede, we stopten het dicté niet enkel vol met homofone werkwoorden, die term ken je nu al, maar ook met veel andere woorden van het type parallelogram en veel andere van dat genre. Nu voorspelden we dat proefpersonen in deze taak meer fouten zouden maken in zinnen van het type omdat ik er nog gek van word dan in zinnen als ik word er nog gek van. Wat is het verschil? In de tweede zin staan er verschillende woorden tussen het onderwerp en het vervoegde werkwoord. Dat betekent dat je langer tijd nodig hebt om het onderwerp te vinden, maar als je werkgeheugen onder druk staat, zal dat moeilijk zijn en is het risico om DT-fouten te maken vele keren groter. Dat is de hypothese natuurlijk. Maar dat kwam ook uit de gegevens. We vonden dat proefpersonen veel meer DT-fouten maken maakten als het onderwerp en het vervoegde werkwoord uit elkaar stonden. En het maakte daarbij niet uit of de correcte spelling de spelling met D was, zoals in de voorbeeldzin, of de spelling met DT. De eerste conclusie is dus dat als ons werkgeheugen overbelast is, dat dit het risico op DT-fouten triggert. Maar dan kun je de vraag stellen, welke fouten maken we dan als we struikelen over de DT-regels, omdat ons werkgeheugen overbelast is? Is het zo dat we willekeurig een van de twee spellingvormen opschrijven? Of is het zo dat we toch een onbewuste voorkeur hebben? En zo ja, hoe zou die voorkeur er dan uitzien? Dat bracht ons tot de tweede hypothese. De hypothese over de rol van het woordgeheugen. Het woordgeheugen, dat kan je zelf ook bedenken, is gewoon het geheugen waar alle woorden, in dit geval van onze moedertaal, liggen opgeslagen. Onze hypothese was dat het woordgeheugen misschien automatisch als een soort reflex de meest voorkomende spelling zou opdringen. Zoals een pop-up die ongevraagd verschijnt op ons computerscherm. Laten we eens kijken naar een voorbeeld van twee zulke pop-ups. De homofoon beland die zou aanleiding geven tot de pop-up beland met een D. Waarom? Dat is de spelling die veel vaker voorkomt dan beland met DT. Het tegenstelde zou zich voordoen bij een vorm als word. Die komt vaker voor met DT dan met D. Wat is nu de voorspelling? Als we inderdaad gestoord worden door een pop-up die door ons woordgeheugen wordt geactiveerd, dan zullen we fouten maken als de spelling die de zin vereist afwijkt van de spelling van de pop-up. En dat is precies wat we vonden. Op deze grafiek kan je zien dat voor de pop-up beland er inderdaad veel meer fouten worden gemaakt van het type hij belandt met een D dan van het type ik beland met DT. Het tegenovergestelde patroon, de paaltjes staan anders aan de rechterkant, doet zich voor word. We schrijven veel vaker ik word, zeker als er tussen de twee woorden staan, met DT, fout dus, dan hij wordt met een D. Het feit dat we dit vinden, bevestigt de idee dat pop-ups als een stoorzender werken tijdens het spellen. Tweede conclusie, ons woordgeheugen dringt blijkbaar automatisch de meest frequente spelling op als een soort pop-up uit het woordgeheugen. Uit verder onderzoek bleek dat diezelfde resultaten ook terug te vinden zijn in het TSO en in het BSO. Leerlingen uit het TSO maken weliswaar meer DT-fouten, leerlingen uit BSO maken er nog meer, maar het belangrijkste voor ons doel was dat we drie keer dezelfde systematiek vonden. Al die leerlingen vielen ten prooi aan wat ik de pop-up uit het woordgeheugen heb genoemd. Derde conclusie. Alle spellers, goede en zwakke, maken DT-fouten.
ongeacht hun opleidingsniveau. Dat betekent dat we allemaal het slachtoffer kunnen worden van wat je zou kunnen noemen het samenspel tussen de limieten van ons werkgeheugen enerzijds en de dwang van ons woordgeheugen anderzijds. Ten slotte hebben we vastgesteld dat die DT-val zich ook voordoet, merkwaardig genoeg waar je het niet zou verwachten, tijdens het lezen van teksten. Dat betekent dat we opnieuw het slachtoffer worden als we teksten lezen. En ik geef meteen twee voorbeelden. Proefpersonen lazen veel vaker over de zin, over de DT-fout heen, in een zin als omdat ik er nog gek van word, fout met DT uiteraard, dan in een zin omdat hij er nog gek van wordt, fout met een D. Word met DT, ik heb het al gezegd, komt vele keren frequenter voor in Nederlandse teksten dan word met een D. En onze verklaring is dat daardoor het spellingbeeld met DT veel vertrouwder is en dat we daarom veel minder argwaan voelen als we die vorm te zien krijgen en minder goed aanvoelen dat daar een DT-fout staat. Dit komt dus echt uit experimenten. Ik verzin het niet. Vierde conclusie. We trappen twee keer in dezelfde DT-val. Ten eerste bij het schrijven, ten tweede opnieuw als we niet opletten tijdens het nalezen. Globale conclusie van dit hele onderzoek. De werking van ons taalbrein, zoals ik het daar straks al aangekondigde, verklaart effectief waarom DT-fouten zo hardnekkig zijn. Laten we terugkeren naar de beginvraag. Ben je slimmer als je DT-fouten maakt? Uiteraard niet, maar dat had je wellicht al verwacht, dat antwoord. En voor alle duidelijkheid, ik predik zeker geen boodschap van tolerantie. Daar heeft het niets mee te maken. Als onderzoeker wil ik enkel een verklaring zoeken, zoals alle onderzoekers, naar een waarom-vraag. Waarom is het dat het zo is en niet anders? En verklaringen, en dat vind ik heel belangrijk, impliceren nooit een waardeoordeel. Dat betekent niet dat waardeoordelen onbelangrijk zijn. Ze zijn het wel. Maar het is niet het doel van de wetenschap om waardeoordelen te beantwoorden. Ik hoop dat ik jullie heb kunnen overtuigen van het feit dat DT-fouten niet enkel irritatie hoeven op te roepen, maar ook fascinatie en inzichten. En dat is uiteindelijk waar het in elke vorm van onderzoek om te doen is. Dank je wel.